Shit, man. Het is weer tijd. Ik word niet gesponsord, maar het is goed spul, man. Oh, shit, man. Stay hydrated. Yo, guys, what up? Yo, guys, what up bij een nieuwe video van mij. Jullie weten waarschijnlijk wel dat het van mij is, want dat is waarschijnlijk ook de reden dat je geklikt hebt. Nou, goed. Vandaag gaan we weer mijn volgers roosten. Dit willen jullie. Dit is een serie die goed loopt. Ik heb ook het gevoel dat het alleen maar is omdat jullie jezelf op het beeldscherm willen zien. En dan tegen al je vrienden kunnen zeggen, ah, kijk dan, ik zet in de roos. Nobody gives a fuck. Desalniettemin gaan we gelijk door. Nou jongens, het is weer zover. We gaan weer even kijken wat jullie allemaal hebben ingestuurd. Waarschijnlijk word ik wel weer kwaad. Ik heb net getoucht, mijn oren zitten een beetje dicht. Waarschijnlijk word ik wel weer boos en zo, want jullie zijn allemaal lelijk. Nou, we beginnen gelijk bij de eerste. Die heeft hem net ingestuurd. Nisa, slangetje. Oh ja, je ziet tegenwoordig mensen hun naam, zeg maar. Voor- en achternaam. Dat is fucking raar. Je ziet dus niet meer de username. Dus we weten ook gelijk echt met wie we te maken hebben, zeg maar. Nou, Nisa zegt roos me maar. Vraag me af wat ze hier heeft gestuurd. Wat de fuck ben je aan het doen? Waarom doe je dit? Waarom vind je het normaal? Ik ga jouw filmpje gewoon nadoen. Wacht, komt ie. Ik laat hem even openstaan. Dan kunnen de kijkers even meekijken. Ho? Huh? Oké, de volgende. You look stupid. Stop it. Het ziet er niet uit. Het is net alsof je net niet weet wat je met jezelf aan moet. Sterren Fransen stuurt een ding. Ha, roos mij ook maar voor deel 2. Oh, dat was 23 april al. Dit is weer zo'n foto waar ik niks mee kan. Weet je, je zit ergens. Waarschijnlijk hebben je ouders je opgesloten onder de trap. Weet je wel, net als die ouders van Harry Potter. Omdat je fucking irritant kind was. En je op 8-jarige leeftijd nu al je wenkbrauw bijtekent. Ik zou als ouder ook zeer teleurgesteld zijn. Nou, weet niet voor welk deel leef je uit. Oh, je hebt even een reminder gestuurd. Ik word helemaal moe. Ik word helemaal moe van jullie fucking reminders de hele dag. Heb gewoon geduld. Davy zegt roos me maar. Nou, ik dacht dat Milan de enige was met die tering lelijke Tommy Hilfiger trui. Ik dacht echt dat hij de enige was. Ik had echt gehoopt dat dit een Milan dingetje was. Maar kijk, Knol, je hebt mensen geïnfluenced. Dit joch heeft hem ook. En hij heeft ook diezelfde GC's die jij ook hebt. Hij wil jou zijn. Zie je nou wat je doet? Kinderen gaan een fucking lelijke. Ik moet even. Mensen zeiden, die zitten altijd een beetje dood bij. Nou, here we go. Ik moet wel een beetje hier zitten, anders wordt mijn editor boos. Want hij zet jullie allemaal altijd hier. Meert heeft me een bericht gestuurd. Roos me maar, zegt ze. Oh, wat een lief meisje. Dit is echt een lieve meid. Hoe ga ik jou nou roosten? Moet je nou kijken? Je bent helemaal. Je zit zo onder een boom. Lekker, er komen allemaal teken op je. Dan word je gestoken. Krijg je ziekte van Lyme. Ben je de hele dag moe. Fucking kut. Maar kijk nou hoe je hier zit. Je hebt allemaal van zo'n blaadjes in de lucht gegooid. Je bent super happy. Super happy de peppy. Lekker in je veel te grote tuin. Terwijl ik hier zit met een fucking balkon. Hè? Hè? Echt lief. Meerte. Lieve meid. Kamo grap. TEDK zegt, roos me. Je bent 14 geworden, wat leuk. Dit zegt Len altijd, dus ik ga het nu ook even aan jullie melden. Maar normaal zegt hij dit altijd, zeg maar. Jarig zijn, velen van jullie doen alsof dit heel sick is. Ja, maar het enige wat je, zeg maar, niet hoeft te doen, is doodgaan. Zeg maar, zolang je niet doodgaat, dan haal je je volgende verjaardag. Dus het is op zich niet echt een prestatie dat je je volgende verjaardag haalt. Dit heeft Lemma ooit verteld en het is super real. Fuck man, je hoeft alleen niet doodgaan. Gefeliciteerd, je bent niet doodgaan. Ah, leuk. Roos jezelf eens een keer, jongen. Dat vind ik een leuke uitdaging, weet je? Nou, komt ie. Let op. Even een segmentje. Roos jezelf even. Nou, ga ik in mezelf kijken naar het schermpje. Valt weinig te roosten, man. Ik ben echt een soort van zo'n Zeus, man. Moet je nou kijken. Dat tering grote voorhoofd en die sikke wenkbrauwen. Ik heb niet echt een bovenlip, maar ik ben wel sexy, hoor. Oké, nou, dat was het. Weet je, ik hou mijn muts lekker af. Ineens heeft hij een hele andere look. Ik weet even niet wat hier gebeurt. Ik weet niet of ik het op tijd ben, maar roos maar. Wat ga ik hiervan zeggen? Ik zie niks. Je stuurt letterlijk niks. Nou, we kunnen wel via ID-kaart zien. Ja, ik heb er geen idee. Hoe? Hetzelfde als ook dit. Je ziet alleen dit. Ja, en dan? Wat moet ik doen dan? Wat ga ik daarvan maken? Dat slaat neer. Wat doe je? Oh, misschien. Oh, wacht. Fuck corona. Ha. Jezus. Wat is er met jouw haar gebeurd? Ja, dit is niet. Sarah van Zuilen zegt: roos mij maar.
Ik denk dat ik niet veel hoef te zeggen, Sarah. Ik denk dat je zelf al door hebt dat je een complete disappointment bent naar al je ouders. Al je ouders zijn er waarschijnlijk twee. Roos mij maar, ik was hier 11 by the way. Oh, wat een lief hertje. Wat een lief hertje. Of lammetje, wat is het? Het lijkt op een kangaroo. Nou, in ieder geval, ik vraag me af hoe die smaakt de brood. Kijk maar op mijn Insta met de rooster. Anna Fleur Nies. 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 Anna Fleur Nies is 13 geworden. Nou, weer een prestatie. Je hoeft alleen niet dood te gaan. Oh ja, leuk. Ja, echt gaaf. Ja, oh ja, carnaval. Carnaval is wel het laatste waar ik doodgevonden zou willen worden, hoor. Zeg ik jullie heel eerlijk. Zeg maar, als ik moest kiezen tussen of been eraf of week carnaval, dan moet ik voortaan zwaaien met links. Want dat is echt, dat moet je toch niet willen, joh. Waarom zou je überhaupt carnaval vieren? Die shit is... Ik was in Den Bosch, volgens mij, met Milan. En toen, we waren er echt al 10 uur 's ochtends of zo. Het waren er allemaal mensen bier aan het drinken. Zeggen, doe eens niet. Ga eens gewoon werken of zo. Alle Brabanders gaan me nu volgen. Oh ja, nog even een berichtje voor... Nou, niet alle Brabanders, maar sowieso alle mensen in het algemeen. Ik zie dat veel van jullie wel mijn video's kijken, maar niet geabonneerd zijn. Abonneer even, joh. Is gratis, weet je. Je hoeft het fucking belletje van mij niet aan te zetten. Al die guys die daar de hele tijd om vragen, weet je, dat hoeft allemaal niet. Abonneer even gewoon. Oh ja, wie hadden we hier? Jaden. Yo, roast mij maar. Je moet zeg maar nadat je naar de wc bent geweest, Jaden, en zeg maar aan je piemelotje hebt gezeten, moet je niet in je linker oog wrijven, want dan krijg je dus dit. Dit ziet er niet goed uit, jongen. Je kan hiervoor nog naar de dokter, hè? Dan smeert hij er even salvie op en dan komt alles helemaal goed. Wat is afbeelding 2? Hij heeft geen shirt aan. Jaden, nooit meer doen. En nog steeds even een salfje voor je oog, want dit gaat niet goed. Jesse de Haas, ben klaar voor de roast. Zo te zien hebben de katten een beter leven dan jij. Wat een speelkasteel, zeggen we. En waar zijn... Hè? Doe je hier een eten in of zo? Of hoe werkt dit? Ik snap even niet... Hè? Niels Nop heeft me een bericht gestuurd. Yo, Don, ik heb iets gemaakt in de hoop dat je het leuk vindt. Als je het mooi vindt, wil je dan iets sturen? Alvast bedankt met Vieter Groen Niels. Nou, dit hoort niet echt bij de roast, maar we gaan toch even kijken wat Joch gemaakt heeft. Gast... Je hebt letterlijk een foto van mij gepakt en heb je er een ander filter overheen getrapt en die naar mij toegestuurd. Heb je dan iets gemaakt? Ik ga je gewoon aanklagen. Het is gewoon plagiaat. Het is gewoon mijn foto. Hier, Roosma. Ja, je ziet er een beetje uit als een lolly die over datum is. Roosmij, zegt Johan de Kof. Ik dacht dat alleen jongens met een wietverslaving dit soort schoenen droegen. Maar jij... Of je hebt ook een wietverslaving. Dat kan ook. Ik weet het eigenlijk niet. Maar echt leuk hoe je hier zo zit. Pokémon Go te spelen of te appen met het vriendje van je dat niet bestaat. Zou wat meer eten. Bart van Strien zegt, roost me maar. The fuck is dit? Oh, dat is je lamp. Ja, Bart, wat kan ik zeggen, jongen? Je hebt minder bovenlip dan ik. Ah. Nee, het ziet er leuk uit, Bart. Ik vraag me af hoe het is om geen vrienden te hebben. Ik denk dat jij het wel weet, dus reageer even als je dit ziet. Vlaggetje, vlaggetje, zegt roost mij. Vlaggetje, vlaggetje. Kun je me even uitleggen wat er leuk aan is om de hele avond voor de Albert Heijn te hangen? Terwijl ik mijn boodschappen probeer te doen, dat jullie allemaal stoer kijken en dat ik denk van ja, maar ik heb überhaupt wel geld om boodschappen te doen en jullie allemaal niet. Want jullie staan daar met een blikje energy van 33 cent. Weet je wel, een beetje stoer te kijken de hele dag met je petje en je tasje zo hier zo. Als je te lang naar me kijkt, dan moeit ik je gezicht eraf, weet je. Het is allemaal heel makkelijk. Kijk mij niet aan, hou je teringbek en ga weg voor die kut Albert Heijn. Kut hangjongeren, ik haat jullie. Maar kijk wel mijn video's, neem een like en neem een abonnement. Want dit was de video! Bedankt allemaal voor het kijken naar deze video. Groetjes aan je ouders. Zeg ook dat zij een abonnement nemen. Groetjes. Veel plezier. Neem een abonnement. Joejoe.